Goedenavond en welkom terug bij Limburg Stemt. 20 partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen proberen allemaal één of meerdere zetels natuurlijk te bemachtigen. 47 zetels zijn er te vergeven hier in het Limburgs parlement, even verderop in Maastricht. En het lijkt een soort aardverschuiving te gaan worden, hè, als we de exit polls in de andere provincies zien. BBB met opmars, met stip op één. Ja. Dat had u eigenlijk al zojuist voorspeld, hè? Ja, dat is, ik zei het al. Ik weet niet of ik gelijk krijg, maar het begint er wel op te lijken. Als je ook onder de jongeren hoorde, dan hoorde je inderdaad wel van... ja, ik vind natuur belangrijk, ik stem GroenLinks. Maar ik hoorde ook heel veel BBB. Ja? Ja. Hoe verklaart u dat? Toch weer die onvrede op de een of andere manier. Het nieuwe. Denken van, nou, misschien doet die het beter of doet die het anders. Ik zou het anders ook niet weten. En natuurlijk, wat ik al aangaf, dat het podium heel erg breed genomen is... en gegeven is ook aan mevrouw Caroline van der Plas. Ja. Nu was u zojuist even niet hier aan tafel, meneer Amhous. Heeft u contact gehad met bijvoorbeeld de fractie hier in Limburg... of in Den Haag, na de sfeer binnen het CDA? Kort even, natuurlijk via de app hebben we altijd contact met landelijk... maar dit is natuurlijk verre van tevreden voor het CDA. En eerlijk gezegd ook de felicitaties aan de BBB. Als je ziet in Brabant veruit de grootste met 20%. En ook in Noord-Holland, wat ik ook zelf niet verwacht had. Ja, dat zijn complimenten voor de BBB. Houdt u uw hart vast als u denkt aan de uitslag dadelijk? In ieder geval de eerste prognoses in Limburg? Ja, kijk, je weet, de BBB, PVV, hè, waren de polls of de exit polls, hoe je wil noemen, voor Limburg. Maar ik ben met Carla eens. Het kan gewoon zo zijn, stuivertje wisselen, dat de BBB ook hier groot wordt. Kijk, wat ik wel zie is wat de BBB goed gedaan heeft. En wat wij ook zelf als CDA met heel Nederland. Is toch die verschillen tussen of die overbrugging tussen de regio en Den Haag. Hè? Zeg ik even, Den Haag, dat is een heel belangrijk thema. En daar heeft Van der Plas ook heel goed op ingespeeld. En ik denk dat er daar nog wel een hele grote opgave ligt. Ook voor ons als CDA. Ja, we gaan even kijken naar de exit poll van de Eerste Kamer. Want uiteindelijk kiezen die provinciale statenleden die u vandaag gekozen heeft eind mei natuurlijk een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. En die gaat helemaal op de schop. Misschien wel het moment van vanavond. Met een hele hoge opkomst, 61%. Dat is de hoogste opkomst, zo lijkt het nu, want ook dat is nog een schatting, in de afgelopen 30 jaar. Dus dat mag zeker benoemd worden. Forum voor Democratie, we zagen ze verliezen. Hoe is dat in de Eerste Kamer? Ze houden 3% over. Dan de VVD. Redelijk stabiel, 12,8% voor de partij van Mark Rutte. Dan het CDA. We zagen ze verliezen in de provincies. Een halvering toch voor die partij van Wopke Hoekstra. GroenLinks, 11,1%. GroenLinks, natuurlijk de partij die heeft aangegeven te gaan samenwerken. Eén fractie gaat vormen met PvdA, 11,1%. 10, dus zij leveren ietsje in. D66, de andere coalitiepartij, ook zij in het rood, 7,3%. PvdA dan, ook zij verliezen iets, om en nabij stabiel. Benieuwd of dat genoeg gaat zijn om linksom te kunnen. PVV, we zagen ze verliezen. Ook in de Eerste Kamer, 0,6% eraf. Dan de SP, leveren in, 4,3%. De ChristenUnie dan, de andere coalitiepartij. Ook hier wordt het saai. En we kunnen dus stellen, de coalitie verliest, want ook zij komen uit 3,8%. Dan de Partij voor de Dieren. De eerste groene cijfers, bijna 5% voor hen. De SGB blijft stabiel, levert 0,4% in. 50PLUS blijven toch in de Eerste Kamer, 2,3%. En dan hebben we OSF OPNL, de nieuwe naam, moet ik even spieken, Onafhankelijk Politiek Nederland, is het samenwerkingsverband van de regionale omroepen. 1,3 van de regionale omroepen, de partijen natuurlijk, televisiewereld, hallo. Dan gaan we naar Volt, de nieuwe partij van Dassen komt binnen in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer 2,9%. Ja, 21, deed het goed, doet het goed, 4,3%. En dan de boer-burgerbeweging. Worden zij de grootste in de Eerste Kamer? Zo lijkt het nu, binnen met 19%. Wat doet dat dan voor de zetelverdeling?
Forum had er 12, levert er 10 in, maar liefst komt uit op 2. Ook hier geldt weer die marge van 1, maar bij uitzondering ook van 2. Dus dat kan nog veranderen. Dan VVD gaat naar 10. CDA, een grote verlies voor hen. 4 zetels omlaag. GroenLinks dan blijft op 8. D66, 6. PvdA had er 6. En gaat er eentje omhoog. U ziet het, de samenwerking. PVV dan, van 5 naar 4. De SP, ook zij leveren een zetel in. De ChristenUnie, de coalitiepartij, 1 zetel eraf. Partij voor de Dieren krijgt er dan juist weer een zetel bij. De SGP levert in, 50 plus, blijft, zo lijkt het nu, in de Eerste Kamer. Dan OPNL, ook zij scoren 1 zetel. Volt komt binnen met 2. Ja 21 komt binnen met 3. En dan BBB, de grote winnaar van de avond, komt binnen met 15 zetels. Ja, het is bijna ongekend. Er werd natuurlijk al wekenlang gesproken over een mogelijke aardverschuiving in de provincies. En uiteindelijk ook natuurlijk in die Eerste Kamer. En dat kan zomaar eens bewaarheid worden. U zag het onderin staan. Het is nog een exit poll. Het is een indicatie. Maar het komt natuurlijk allemaal niet uit de lucht vallen. We gaan naar Wouter Nelissen in het provinciehuis. Wouter, hoe wordt hierop gereageerd daar? Ja, Fabienne, we hebben ondertussen 4 exit polls gehad. Hè. 3 van de provincies en eentje van de Eerste Kamer. En iedere keer, iedereen zit op zijn telefoontjes of op zijn laptop of zijn iPad mee te kijken naar die uitzending van de NOS. Waar die exit polls gepresenteerd worden. En iedere keer als de nieuwe exit poll bekend wordt, dan stijgt er een gejuich op in het midden van de zaal. Dat is nou echt recht achter mij, kun je nu niet zien. Maar het midden van de zaal, daar staat dus Annetje Schoolmeester, de lijsttrekker van Burgerbeweging Limburg. Geflankeerd door de kandidaat-gedeputeerde die ze vol vertrouwen al tijdens de campagne presenteerde, Leon Faerse, en de partijgenoten van BBB hier in Limburg. In het midden van de zaal ontploft iedere keer dat groepje zodra er weer nieuws bekend wordt. Belangrijk om te zeggen, wat jij ook al zei, Fabienne, het zijn peilingen, het zijn exit polls, zo moet ik het zeggen. En we hebben natuurlijk nog geen Limburgse uitslagen. En dat is belangrijk. Maar je kunt natuurlijk wel iets zeggen over de situatie in Limburg afgaande op die andere provincies. Want waarom zou het hier heel anders gaan lopen als in die andere provincies en in de Eerste Kamer de BBB de grote winnaar wordt? Dan zit het er dik in dat dat hier ook gaat gebeuren. Vorige week tijdens het Limburgstem verkiezingsdebat vroeg ik Annetje Schoolmeesters, hoeveel zetels denkt u te kunnen gaan halen van de 47 die er hier te vergeven zijn in de Provinciale Staten van Limburg? En toen zei ze, ze maakte er een raadseltje van, maar uiteindelijk kwam het uit op 7 zetels. En dat leidde tot hoongelach in de zaal van de toeschouwers die daarbij aanwezig waren. Hoor die Annetje toch eens, 7 zetels. Fabienne, het zou me niet verbazen als dat gaat uitkomen en als het misschien nog een stuk meer gaat worden hier vanavond in Limburg. En dus wordt het waarschijnlijk de komende uren drukker en drukker om Annetje Schoolmeesters heen. Want Leo Faerse die had het ook al over mogelijke coalities. Meneer Amhaus, Theo Bovens, oud-gouverneur, is lijsttrekker in de Eerste Kamer voor het CDA. Ja, we kunnen wel stellen nu al, het is geen beste avond voor de man. Nee, het is geen beste avond voor het CDA in zijn algemeenheid, laten we daar eerlijk in zijn. Hè. Wat ik net ook al zeg, wat de BBB hier voor elkaar krijgt. En de kiezers hebben toch weer altijd gelijk, zei ik even. Dat is een hele prestatie. En dan is de vraag alleen hoe nu verder, zowel in Limburg met 20 partijen, maar ook dadelijk de verhoudingen in de Eerste Kamer. Kijk, we hebben een coalitie wel in de Tweede Kamer, we hadden het er net even over in de pauze. Maar de Tweede Kamer is ook afhankelijk in het kader van wetgeving dingen voor elkaar krijgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt. Ja, die coalitie, dat wordt niet makkelijker. Nee, precies. Want de coalitie volgens die exit poll dus, dat is een indicatie, die verliest fors. Meneer Prevot, net tijdens het filmpje waarin de NOS dat presenteerde, viel hier al het woord kabinetscrisis. Ja, het is niet ondenkbaar dat dit uiteindelijk tot het opstappen van het kabinet zal leiden. Want ja, je wil natuurlijk wel beleid maken. En er zijn natuurlijk wel een paar grote opgaves waar je de Eerste Kamer hard bij nodig hebt. Interessant hiervan is, als BBB zo groot wordt landelijk, zeg maar in alle provincies, ja, dan ben ik wel benieuwd hoe ze met de opgaves omgaan als het gaat om de stikstofaanpak. Mm. En daar heb je toch ook meerderheden voor nodig, want er is niemand met de absolute macht, dus je zult meerderheden moeten creëren. En dan denk ik, dan wordt het, nou zou VVD bijvoorbeeld misschien een partner kunnen zijn,
Maar de VVD heeft natuurlijk ook standpunten met betrekking tot stikstof. En dan gaat het dan om, gaat om de landbouw of gaat het om de industrie. Hè? De, ja, men moet elkaar natuurlijk uiteindelijk weten te vinden. Ja, maar het heeft er op dit moment alle schijn van dat de BBB in ieder geval in veel provincies en wellicht ook hier het voortouw kan gaan nemen. Ja, en het is natuurlijk niet heel erg verstandig om nu al te zeggen dat er een gedeputeerde klaar staat om een coalitie te vormen. Je moet eerst wachten tot de uitslagen geteld zijn. En dan ga je kijken welke mogelijkheden. Maar ik hoorde meneer Krepper zojuist zeggen, want Wouter vertelde inderdaad dat Faassen al werd gepresenteerd eigenlijk op de vooravond van een debat ook, hè, en van de verkiezingen. En u zei dat is heel slim. Waarom is dat heel slim? Nou, omdat je dan, wat ik net al zei bij de coalitievorming, dat de mensen helemaal niet weten wat er uit die coalitie komt. Dit is al een mooi voorzetje. In ieder geval komt er een gedeputeerde, wel van VVD-huizen, maar er komt er geen deputeerde. En het is iemand natuurlijk die we kennen. We hoorden Huub Narings net, directeur LWV, zeggen, nou ja, die man die is prima, daar heb ik vaker mee gewerkt. Ja. Dus dat creëert misschien vertrouwen. Vertrouwen en ik denk ook meer transparantie. Ik denk het wel. Maar ja, een gedeputeerde is natuurlijk afhankelijk van wat komt er daar uit een mogelijke coalitie en een akkoord. En dan heb je natuurlijk ook een goed werkende fractie nodig. En zeker als je voor de eerste keer aan het roer gaat staan, ja, dan heb je ook wel een stevige fractie nodig. Dus als je tenminste, dat is een uitdaging voor alle. Ja, daar hebben drie mensen aan deze tafel in ieder geval ervaring mee natuurlijk. Als je een meerderheidscoalitie wil, je kunt ook een extra parlementaire coalitie maken. Ja. Mevrouw Brugman, hoe ziet u dat als we kijken even al naar de Eerste Kamer en het kabinet dat daar waarschijnlijk de meerderheid compleet verliest? Is het kabinet dan nog houdbaar, denkt u? Als je kijkt naar die poll, dat het eerste hele stuk allemaal rood is, ja, dan is het wel lastig om het nog houdbaar te noemen. Maar Rutte blijft lachen meestal, toch? Ja, die blijft lachen. Stoïcijns gaat hij gewoon door, al heel lang. Als een boer met kiespijn. Als een boer met kiespijn, ja, laten we wel in het juiste thema blijven. Afhankelijk van Rutte. Nee. Ik bedoel, ik denk dat CDA, die zal ook intern daar goed over gaan spreken. Van, ja, wat is onze positie? En D66. Eigenlijk wordt CDA natuurlijk stevig afgerekend op dit moment. En dan denk ik, ja, dan moet je wel iets mee. D66 natuurlijk ook, zegt u terecht. Ja, allemaal worden ze afgerekend. Ja. Alle vier de partijen. Dus niet alleen. Wat is daar nou de grootste gemene deler in? Toch niet genoeg naar de mensen geluisterd. Niet het vertrouwen weten te wekken. Het is hier innerlijk afgesloten voor de rest. Ja, en het eigen gelijk. Wat meneer Prevot al eerder aangaf. Sommige dingen duren gewoon te lang. Echt te lang. En mensen zijn in onzekerheid. Weet je, en dat is het punt. En ik denk dat, en ik spreek nu even uit ervaring, als ik kijk naar de gevolgen van die watersnoodramp. We kwamen net uit corona en zo. Er zijn heel veel goede bedoelingen uitgesproken. Maar de uitvoering laat voortdurend. Het bleef bij die uitspraken. Niets wordt afgemaakt. En dat de Nationale Ombudsman heeft al meerdere rapporten gepubliceerd. En ik kijk toch ook even naar meneer Amoeg. De Tweede Kamer heeft tal van rapporten gekregen van onder andere de Nationale Ombudsman. En ik ben zelf ook van mening dat de Tweede Kamer veel steviger in de positie zou moeten zitten om ook die versnelling te zorgen voor die versnelling waar de samenleving om vraagt. Het is niet alleen aan het kabinet, het is de Kamer die uiteindelijk de tempo en de toon. Korte reactie van meneer Amoeg. In de ene kant klopt dat, maar de realiteit is dat je een coalitie hebt met vieren waar de verschillen toch vrij groot zijn. Pak het stikstofbeleid. Ook al komt er dadelijk, valt het kabinet. Dan zal Nederland zitten op stort met stikstof. Daar zal toch ergens een meerderheid worden. Ja, maar dan ben je vooral met elkaar bezig. Terwijl de samenleving om andere dingen vraagt. Mm-hmm. En je bent zo met elkaar bezig dat je ontgaat waar de samenleving te om vraagt. Te ver afgedreven wellicht van de samenleving, in uw ogen althans. Ik vind dat ik als burgemeester in een heel lastig pakket heb gezeten. Omdat ik moet opkomen voor de belangen van mijn inwoners. Die smeken om hulp van het Rijk, om hetgene wat ze is overkomen. We zijn dadelijk 2 jaar verder. Ja. En het is niet afgewikkeld. Ja, dat is en er wordt weer alle tijd genomen. En dat geldt ook voor de mensen in Groningen. En dat geldt ook dat voor de mensen in Groningen. Dat verhaalt u natuurlijk als parlementariër en collega's van die vaker horen. Kijk, wij zeggen ook wat in Groningen gebeurt is een schande. En we hebben de Kamer, jullie moeten er iets aan doen. En dan gaat het erom, waarom zit je daar? En daar hadden jullie, denk ik, niet alleen CDA hoor, de Tweede Kamer in zijn geheel had daar veel dichter op moeten zitten. Neem ook nu. Ook nu met de toeslagenaffaire. Ook nu met Groningen. Daar geef ik u gelijk. In de uitvoering loop je vast. De Kamer kan van alles willen. Maar door die uitvoering heen te komen, dat is een probleem waar we nu in Nederland mee zitten. De Kamer is het hoogste orgaan. En ook weer even nu ook weer terugpakken. Wat ons overkomen is. En waar ook mensen
ontevreden over zijn. We komen uit een coronacrisis waar heel veel bedrijven om ondernemers ontevreden waren. Waar alles op slot ging. Dan krijg je de Oekraïneoorlog. Daar hebben we sancties genomen, die reflecteren ook terug. Je hebt Groningen op een aantal zaken. Dus een aantal zaken, die hele dynamiek, ja, maakt het dat er inderdaad afgegeven wordt. En die zeggen, ja, misschien ook terecht. Nee, maar het raakt de mensen ook. Het raakt de mensen thuis in de portemonnee of in een gezinssituatie. Maar wat je nu zegt, klopt hè? Ja, maar dat zijn voortdurende argumenten. De mensen die alles draait door voor de mensen, de samenleving. En je kunt niet voortdurend dat op tafel gooien. Maar je maakt het te makkelijk, Daan, dat je zegt van dat hebben we morgen even opgelost. Groningen hebben we morgen niet even opgelost. Maar we praten en ook niet. Even oplossen, wacht even. Als het gaat om de stikstof, dan zijn we al 30 jaar daarover. Al 30 jaar stond er geleden al een artikel. Altijd maar vooruitgaan. Dat is het vertrouwen. Dat moet veranderen. En daarvan bent in ieder geval een aantal sprekers is hier overtuigd dat de BBB in de kaart komt. Maar nu komt de BBB als grootste in Nederland en dan stikstof. Ja. Maar goed, even naar meneer Krebber. Ik zou dit hele interessante gesprek toch graag refereren aan de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. En de conclusie, schrijft de parlementaire enquête, de commissie, is dat de regering in zichzelf gekeerd is, overtuigd is van het eigen gelijk en de mensen misschien wel hoort, maar niet luistert. En ik denk dat die drie dingen belangrijk zijn. En dat is denk ik ook de reden waarom nu die verschuiving plaatsvindt. Ja, en dan heeft u het inderdaad over het kabinet, waarvan u zegt, is te ver afgedreven. En inderdaad, de Tweede Kamer heeft als controlerend orgaan ook heel veel in te vertellen. Ja. Maar je hebt de partijdiscipline. Dat is het hele probleem. De Tweede Kamer heeft in de politiek alles te vertellen. Met de partijdiscipline. We zitten met 20 partijen. Maar even terug vanuit... Ja, nou, het spannende van vanavond is natuurlijk wel dat er dadelijk heel veel nieuwe mensen komen. En ook in de Staten, waarvan je je dan gaat afvragen van hoe ver is het collectief geheugen daar nog aanwezig. Daar maakte Roemer zich net al zorgen over. Oh ja, ik bedoel, er zitten zoveel nieuwe mensen dadelijk. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. U maakt dank daarvoor al een bruggetje vanuit Den Haag terug naar Limburg. Ruud, en jij gaat nog even een paar jaar, vier om precies te zijn, terug in de tijd. Naar de verkiezingen van 2019. Ja, het gaat hier al over verandering. We moeten de uitslagen natuurlijk nog krijgen. Maar inderdaad, laten we even kijken naar waar we vandaan komen. Vorige keer dus die verkiezingen in 2019 met een opkomst van ruim 52%, 52,5% om precies te zijn. Drie grootste partijen toen, CDA met 9 zetels, gevolgd door het Forum van Democratie en de PVV, allebei met 7 zetels. In totaal zijn er 47 zetels te verdelen in provinciale staten. Een traditionele coalitie waarbij enkele partijen samen de meerderheid vormen en van daaruit een nieuw college vormen, dat was niet mogelijk. Dus kwam er een extra parlementair college met steeds wisselende meerderheden. Een unieke oplossing was dat voor Nederland. 2 jaar geleden, in 2021, viel dat college. Er was een vertrouwensbreuk ontstaan. Gouverneur Theo Boomens en alle gedeputeerden moesten vertrekken. Johan Remkens kwam op de winkel passen als waarnemer. Die was ook nog streng over de integriteit. En we hebben hem een half uurtje geleden gezien. Emiel Roemer is nu de gouverneur van Limburg. Maar ja, integriteit en vertrouwen, dat is toch wel het verhaal als je het hebt. Misschien wel over de Limburgse politiek. We zien hier een berichtje van 1 Limburg. Privé kwestie knop staat hier in de titel. En ook landelijk is dat een beetje het stigma wat kleeft aan de politiek in Limburg. Laten we kijken naar een fragmentje uit het programma Kiespijn. Wat weet jij van Limburg? Limburg is een provincie in Nederland. Maastricht, de hoofdstad. Je hebt nog Heerlen, je hebt de Sittard. Je hebt er in Limburg katholiek van oudsher, Mijnen. Gouverneur. Vlaaien. Gouverneur. Gouverneur, ja, gouverneur, wordt het gezegd. Ja. We zochten natuurlijk ook nog Maastricht, André Rieu. Verder zochten we natuurlijk ambtelijke corruptie, overstroming 2021 en wielrennen en fly. Nou, dat was het hele leuke rijtje. Ja, ambtelijke corruptie. Het valt ook daar in de landelijke programma's op. Hè. Het komt er meteen bovenuit. Dan moet je er natuurlijk voor waken dat er niet gebeurt wat bij deze man in Kerkrade is gebeurd. De handjes ervan aftrekken. Ik ben van ding, ik hou het standpunt van Kerkrade aan. En wat is dat? Zoeftig vol, vreestig dik, maar zwicht de moeder van politiek. Ja, praten we dus niet meer over. Proost voor de meneer, als die kijkt. Hoe wordt er in het gouvernement gereageerd op de aardverschuiving die daar aanstaande is? BBB dat dus daar groot lijkt te worden. We gaan naar statenlid Johan Geraerts. Hij was van het CDA, maar is overgestapt naar BBB. Johan Geraerts, u was uit Baaksem eigenlijk toch boegbeeld ook van CDA.
heeft eigenlijk zelf het heil gezocht bij de BBB nu. En als we kijken naar de peiling van de Eerste Kamer, dan lijkt het alsof de BBB daar samen met PvdA GroenLinks de grootste wordt. Het CDA verliest. Hoe was het sentiment voor u om uiteindelijk te zeggen van goed, ik laat toch mijn christendemocratische hart achter en kies voor de BBB? Ja, het eerste is natuurlijk een geweldig resultaat voor de BBB, hè, om zo binnen te komen. Het is natuurlijk nog een exit poll, even afwachten of het daadwerkelijk ook dat wordt. En voor het CDA is het natuurlijk pijnlijk, dat is het. En dat doet mij ook pijn. Maar ik heb op een gegeven moment ingezien dat het CDA de roots heeft losgelaten. Dus de herkomst van het CDA, waar ze vandaan komen, dat hebben ze op een gegeven moment laten varen. En dat, daar worden ze nu op afgerekend. Dat is mijn gevoel. En dat zag ik op een gegeven moment aankomen. Dat ik dacht van ja, dit is niet meer mijn CDA. En dat was vooral mij, vooral de reden, dat gevoel dat ze al die provincies waar ze vandaan komen, hebben ze op een gegeven moment eigenlijk niet meer waargemaakt in Den Haag. Te ver van die provincie af. En refereert u dan vooral aan de boerenachterban of is het breder? Nee, dat is ook breder. Zeker breder. Het is vooral niet meer luisteren naar de mensen, wat er echt leeft. Kijk, als je luistert naar mensen, dan weet je wat er speelt. En dat is juist waar we van BBB voor staan. Luister naar de mensen. Wat leeft er in het dorp? Wat leeft er in de verenigingen? Wat leeft er bij de boeren? Noem maar op. En dat is wat wij willen uitdragen en daar staan wij voor. Luisteren naar de mensen willen ze uitdragen. Moet natuurlijk nog allemaal in de praktijk blijken hoe dat eruit gaat zien. Mevrouw Brugman, u zei net dat de zorgen van Emiel Roemer, de gouverneur, terecht zijn, hè, met betrekking tot dat collectief geheugen. Veel statenleden die stoppen. Maar er komt eigenlijk ook een bijvoorbeeld BBB grote, nieuwe, vaak onervaren partij in. Ja, en als die dan de lead moet gaan nemen om een coalitie te vormen en zeg maar een heel programma uit te gaan schrijven. Ja, dat is niet zo makkelijk. Dat doe je niet even voor een nieuwe club. Ik weet niet te noemen. Ja, Johan Gerards is natuurlijk ook al actief in de politiek. Ik denk dat in de achterban, laten we zeggen, van BBB, dat er wel degelijk ervaring zit. Ja. Bestuurlijke ervaring. Dat denk ik ook. Er was iets anders met Forum. Dat was meer een club van avonturiers. Ja. En ik denk dat bij BBB stabiliteit best wel voorhanden ligt. Net vanwege, net toch ook bestuurlijke ervaring die misschien van en van CDA komt. En misschien ook nog wel van geen andere partijen. Geen van Minerva praktijken verwacht. Nee, door met zekerheid niet. Dat zou Carlijn van der Plas ook niet toestaan. Nee. Maar toch, veel ervaring natuurlijk dat vertrekt, van welke partij dan ook. Veel nieuwe statenleden die dadelijk komen. Gaat Limburg dat überhaupt merken? Of lost zich dat altijd achter de schermen wel op met veel inlezen en dossiervreten? Ik denk belangrijk is dat de bestuurders, welke bestuurders komen daar? Want die moeten toch de kar trekken, zeg ik even. En dan heb je wel een stabiele fracties heb je wel nodig. In die zin, de heer Krebbers kan het denk ik uit de ervaring. Jazeker. Dus als er degelijke bestuurders komen, zeg ik even, los van. Kijk, we hebben het nu even over Leon. Leon is gewoon een ervaren bestuurder. Ja. Goeie kerel, daar kun je niks op aanmerken. Goed netwerk natuurlijk. Maar goed, wij zijn ook ooit begonnen. Ja. En ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik de politieke arena betrad, wij kregen ook coaching. Van alle handen, vanuit de provincie wordt ook gecoacht. Dus je kunt het vrij snel kun je het oppikken. Als je maar met de juiste motivatie daar zit. En er moet samenwerking zijn. En om de inhoud gaat. Ja. Laat de gedeputeerden gewoon met rust en laat die hun werk doen. En beoordelen ze op de inhoud. En ga niet op allerlei rare details. Je moet niet met rust laten. Ik wou zeggen, wie moet ze met rust laten? Op inhoud mag je ze pakken. Maar wie moet ze met rust laten? De gedeputeerden moeten rustig hun werk kunnen doen. En niet door allerlei beuzelarijen die vanuit de fractie komen en die nergens toe doen. De fractie moet ze met rust laten. De fractie moet ze met rust laten. Niet het journaal, hè? Nee. Welke fracties? Hoe kunnen de burgers anders naar de politiek kijken dan door het raam van de... Dat heet dualisme, als u dat bedoelt. Dat is dualisme. Ja, dat is dualisme. En dat moet je dus handhaven. Ja. Maar ik denk wel dat het, want u zegt het over coachen. Dat coachen, dat gebeurt in de loop der tijd dat de statenleden er zitten. Ja. Maar in die tussentijd moet er natuurlijk die coalitie gevormd worden. En daarmee bedoel ik van, dat is gewoon een heel nieuw spel. In één keer zijn alle pionnen zijn heel anders verdeeld. Nee. Nou, begin er maar aan. Klopt, maar mijn analyse is toch, kijk, die BBB heeft natuurlijk een fantastische campagne gevoerd. Die staan er. Je hebt het programma gelezen. Ja. Nou, zeg je zinvolle. Er staan opvattingen in, er staat duidelijk programma in. Dus dat is geen flauwe start. Nee, daar zit wel een organisatie achter. En ik denk dat die organisatie ook in staat is om het nog een stap verder te brengen.
Want ik moet toch wel zeggen, ik was natuurlijk wel verrast met kandidaat gedeputeerde. Althans, die is daarvoor naar voren schuiven. Dat vond ik toch wel van, nou, je komt ook nu eens een keer met een goede kandidaat. Ja, zeker. En de vraag is of de BBB ook kan samenwerken. Want dat is ook, hè? Want je kunt daar wel de grootste zijn. Ja. Je zult toch ook leren samenwerken. Ja, daar ging het in het verleden natuurlijk ook in Limburg wel eens mis. Ze moeten eerst met elkaar leren samenwerken. Maar er gaat geen enkele partij in het college zitten als zij ook niet iets krijgen. Dus de BBB zal moeten samenwerken. Niemand heeft BBB uitgesloten. Nee. Dus dat is al de BBB voordeel ten aanzien van de waarom zou je de BBB uitsluiten? Als de BBB te grote compromissen moet sluiten, en die ze misschien zullen sluiten omdat ze weinig politieke ervaring hebben en misschien innerlijk nog een beetje verdeeld zijn, wat zegt de kiezer dan? Dit is natuurlijk een enorme winst die ze hebben, maar die winst houden is vers 2. Als ze nu hun stemmen zien verwateren in een compromis, in een coalitie waar ze zich niet in terugvinden, dan krijg je straks weer zo'n fortuineffect, zoals dit ook is. Nou, verwacht u dat? Dat een beetje nog niet, in de toekomst niet kijken? Als je verstandig bent met... Dan kom ik weer terug op dat extra parlementaire coalitie. En daar is het gevaar kleiner dan een meerderheidscoalitie. Er is gelachen over het feit dat er van tevoren gezegd werd door de BBB... misschien halen we wel 7 zetels. Maar stel je nou eens voor, ze halen er wel 10... dan is er nog nooit door een nieuwe partij zoveel winst gemaakt in één keer. Maar je kunt hem ook snel verliezen. Nog nooit. Ik weet niet. Onderschat het niet. Onderschat gewoon niet. Kijk, ik vind die vergelijking met Fortuyn of met Baudet, die gaat niet op. Want Caroline van der Plas, ik denk een van haar krachten is dat zij altijd gewoon is gebleven. Zij heeft niemand onbehoorlijk aangepakt in geen enkel debat. Ze is altijd netjes gebleven, is fatsoenlijk gebleven. Ook dat spreekt mensen aan. Soms zie je in die debatten dat ik echt denk, nou, dat is dan onze vertegenwoordiging. Prettige wedstrijd. Ja. En dat, maar het effect is hetzelfde. Maar eigenlijk zei u ook, meneer Prevot, het feit dat ze met Leon Faase, voormalig LHTB-bestuurder, komen als kandidaat gedeputeerde, wekt ook al vertrouwen. Want dat is een man die weet wat hij doet en waar hij het over heeft. Ik ken Leon Faase persoonlijk. En ik denk, die trapt daar niet zomaar in. Die heeft daar goed over nagedacht. Mm-hmm. En dat is geen avonturier. Vandaag het stemmen. Ik hoop allemaal dat u bent gegaan. De opkomst, daar is het ook nog wachten op. Die was 4 jaar geleden niet zo heel hoog. Moet altijd hopelijk meer zijn dan 50%, om enige zeggenkracht te hebben in de provincie. Dat was een heel gedoe, Ruud, of ik ben onhandig met dat formulier, want die vouw je uit en dan zet je dat rode bolletje en dan moest hij weer terug en dan moest hij ook nog in zo'n klein dingetje. Zeker, 2 formulieren, voor de provincie en voor het waterschap. Je ziet ze hier in beeld, kreeg het potloodje allemaal mee, geloof ik. Dat is tegenwoordig overal, allemaal gehad. Nee, ik niet. Jij niet? Ik dacht in de ketting. Ik heb hem terug moeten geven, die heeft vast, maar ik heb wel in een kasteel gestemd. Stemmen op stand. Ja, je moet ergens je geld aan uitgeven. Je zeker. Maar. Ja, zeker. maar het is inderdaad wel een gedoe om die stemformulieren weer in te vouwen. Kijk maar eens even mee hier. Hebben we beeld van? Als het goed is, ja. Ja, de vraag is, mag je überhaupt wel stemmen als je niet eens even dat ding in elkaar kan vouwen en netjes in de bus kan stoppen? En toch, ik weet niet of er voetballiefhebbers aan tafel zijn. Dit filmpje deed me aan een voetballer denken. Ja, dit is Mario Balotelli. Die traint toch zo'n 6 keer per week met zo'n hesje. Maar het blijft moeilijk. Ik heb trouwens opgezocht waar die uithangt tegenwoordig. Getekend bij FC Sion in Zwitserland. Dit seizoen pas 1 wedstrijd in actie gekomen. Zijn carrière gaat een beetje, net als het hesje, moeilijk. Ik wou net zeggen, wie kent het niet? Goed, de stemformulieren, dat was een puzzel vandaag. We hebben het over de samenstelling, mogelijke samenstelling in het Limburgs parlement, in het provinciehuis in Maastricht. BBB is daar al een klein beetje toch aan het vooruitlopen op een feestje. Maar hoe zit het met de linkse partijen, GroenLinks en de PvdA, bij Maurice de Heus? Goed, exit poll van de Eerste Kamer geeft een nek-aan-nek race tussen de BBB en PvdA GroenLinks. Thea Jette, heel sympathiek dat u een rode blouse heeft aangedaan. Ja, heel simpel. Als GroenLinks. GroenLinks, hè? Maar links is rood en ik heb ook een groene broek aan trouwens. Dus collega nog wat van leren.
Sorry, dank je. Kan uw collega Jasper Kunzelaar zoiets van leren? Ja, Jasper, waar is jouw groene jasje? Nou ja, dat zijn de eerste dingen van de samenwerking die natuurlijk gaan komen in de komende periode. Het groene jasje is dan de eerste stap in die samenwerking. Dat zijn wel belangrijke stappen, dat we dat met name duidelijk met elkaar hebben, ja. Ja. Het is natuurlijk van alles onduidelijk nog, hè, en er moet nog blijken van ja, wordt GroenLinks-PvdA echt de grootste in de Eerste Kamer of niet. Maar wat wel duidelijk is, jullie kiezen met eigenlijk het samengaan tegen die versplintering. Is dat een belangrijk signaal? Dat dat werkt? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat in een tijd dat je met 20 partijen meedoet aan de verkiezingen en dat de verschillen maar blijven uitdijen eigenlijk in de staat en dat je dus ook ellenlange debatten hebt waarin partijen die eigenlijk op de inhoud vaak dicht bij elkaar zitten, dat die toch weer iedere keer hun eigen zegje willen doen. En ik denk dat die samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks, ja, dat dat veelbelovend is. En ik hoop eigenlijk dat een aantal partijen ons voorbeeld zouden volgen. Dat je meer samenwerkt, zodat we betere beslissingen voor Limburg kunnen nemen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wat je wil realiseren. En in ons geval is dat een sociaal en groen geluid in de provincie. En ik hoop dat andere partijen ook die krachten bundelen, want je kunt niet maar blijven discussiëren met 15 verschillende partijen. Dat helpt Limburg niet vooruit. De Limburger is toe aan duidelijkheid en ja, die bieden wij wel. Nee, Jette, van Groen. Ja, sorry. Ja. Nee, ik wil nog toevoegen. Wat ik zelf heel krachtig vind, is dat we kijken naar de overeenkomsten. En die zijn er heel veel in plaats naar die minieme verschillen die er natuurlijk ook zijn. Dus, dat is ook een mooi bruggetje naar mijn vraag. Want, die was eigenlijk, ziet u ook overeenkomsten met de BBB? Overeenkomsten niet zo snel. Met name op stikstof hebben we natuurlijk een heel andere visie. Tegelijkertijd is ook GroenLinks zegt, wij willen samen met de boeren dit probleem oplossen. En GroenLinks is ook voor een eerlijke verdeling. Wij vinden het ontzettend oneerlijk van Den Haag dat ze dit probleem, dit stikstofprobleem, strekt bij de boeren neerleggen. Wij zeggen ook bij mobiliteit en ook bij luchtvervoer. Ja. Maar Geert Grabejaars heeft als gedeputeerde, hè, en heeft natuurlijk ook een GroenLinks signatuur, natuurlijk wel in Den Haag in de bel getrokken. Ik zeg van luister, wat jullie doen met die boeren, het uitsluitsel wat wij willen hebben, dat is niet goed. Dat signaal komt wel overeen met de BBB. Ja, dat klopt. Dat zegt hij ook. En wat je ook ziet is dat Geert Grabejaars al heel veel boeren vrijwillig heeft kunnen opkopen. Die bijvoorbeeld geen opvolger hebben. Dat er nog 150 op de wachtlijst staan. En dat wij heel graag, heel snel, duidelijk beleid willen vanuit landelijk. We wachten met spanning op de eerste Limburgse cijfers. Ja, ook wij wachten natuurlijk met spanning op de eerste Limburgse uitslagen. Meneer Heldens, ik zie dat premier Rutte heeft verteld, het is niet de winst die we wilden. Dat lijkt me het understatement van de avond. Dat lijkt mij ook. Want met welk gevoel zit u hier na de exit polls die meer en meer binnenkomen, met name ook die samenstelling in de Eerste Kamer? Ja, de kiezer heeft altijd gelijk. En als de kiezer zo gestemd heeft, de Eerste Kamer moet natuurlijk nog gekozen worden in mei door Provinciale Staten. Dus eerst maar eens die uitslag afwachten. Ja, en als dat betekent dat er minder stemmen zijn uitgebracht op de VVD, dan zal de VVD dat wel verdiend hebben en andere partijen ook. Ja, nu werd dus, weet je, dat is democratie, hè? Zo werkt dat gewoon. Some you win, some you lose. En nou, ik ben vooral heel benieuwd. Maar some you win, some you lose. Dit is some you krijg een klap om je oren, dat is niet meer normaal, toch? Als kabinet, zo, met name. Ja, als kabinet. Zoveel verliest de VVD niet. Het verliest het vooral bij het CDA en D66. Hè? Maar goed, dat wordt natuurlijk ontzettend ingewikkeld in de Eerste Kamer. Okay. En zojuist aan tafel ging het erom, is dat kabinet dan nog wel te handhaven? Hoe ziet u dat? Ja, ik heb afgelopen jaar al twee keer eerder gezegd, en daar hebt u ook een aantal mooie items over gemaakt, dat Nederland niet zit te wachten op dit D66-beleid. En dat blijkt nu ook uit deze uitslag. Dus, u zegt D66-beleid, maar daar heeft natuurlijk de premier ook een handtekening onder gezet. Ja, dat weet ik. Akkoord gesloten. Daar ben ik ook niet blij mee. En daar, nee. U hebt mij al eens eerder een VVD-hardliner genoemd, of Jos was het, ik weet niet wie het precies was. Nee, ik was daar al niet blij mee. Ik vind dat de VVD te veel af heeft gegeven aan D66. En met mij vinden wel meer VVD-leden dat. Ja, zagen we gisteren inderdaad ook natuurlijk in het landelijk debat. Hè? Daar ging het daar ook weer over. Ja, dit zal echt een koerswijziging op moeten leveren. En anders wordt het een heel groot probleem voor de bestuurbaarheid van het land. Ja, Jos, politiek verslaggever. Hoe heb jij het afgelopen pak een beet uur beleefd?
geschokt en maar ook vol bewondering natuurlijk. Dat je vanuit het niet zo als een raket omhoog kunt schieten en zo eigenlijk iedereen om zijn oren kunt slaan in andere provincies. Een eenpetter, hè? Je zei het eerder een al in Den Haag. Die het in er eentje heeft gedaan, die een goed verhaal heeft, die goed overkomt. Ja, die toch een soort one-issue partij was en die precies de juiste snaar heeft geraakt bij de mensen. In Brabant 20% haalt. Dus ja, de verwachting was in Limburg zou nog de enige provincie kunnen zijn waar de PVV misschien de grootste wordt. Maar ik vrees het vrezen voor de PVV dat we hier ook een aardverschuiving krijgen. En dat de BBB daar links of rechts om voorbij gaat. Ja, Wouter zei het al. Wij stonden daar donderdag in het gouvernement in Maastricht tijdens dat lijsttrekkersdebat, waar Annetje Schoolmeesters, lijsttrekker van de BBB, het over 7 zetels had. Ja, daar was iedereen stond daar van, mijn god. Iedereen was flabbergasted. Rob the attitude, maar dat wordt misschien zelfs nog wel meer. Ja, en de peilingen zeiden iets van 4 of 5. En daar waren ze natuurlijk al heel blij mee. Ja, het is toch het sentiment. En je kunt ook zeggen, er zijn vandaag meer mensen naar de stembus gegaan dan verwacht. En dat is dan positief, hè? En dat is dan uiteindelijk toch weer de mensen die ook weer voor een groot deel daar terecht zijn gekomen. 2 jaar geleden precies hetzelfde met FVD. Ja. Precies hetzelfde. Ja. Was ook iedereen geschokt. Ja. En een hogere opkomst. En nu hebben we waarschijnlijk weer een hogere opkomst. En iedereen is weer geschokt. En iedereen is weer geschokt. En de grote vraag is natuurlijk, ze krijgen dadelijk het vertrouwen, ze mogen het doen en kunnen zij een einde maken aan alle crisis en alle onvrede en alle boosheid. De vraag is of ze de oplossing hebben. Ja, dan vraag ik dan even aan mevrouw Slange, van de oppositie zeggen we dan maar even, hè, in Den Haag met name. Hoe ziet u het, de ontwikkelingen? Nou, er werd net naast mij gezegd van, goh, hè, het zal voor de VVD ook kritisch kijken zijn van, goh, met wie ze nu gaan samenwerken. Je ziet dat de BBB en die exit poll erg groot is, maar je ziet ook iets anders. Namelijk een combinatie van 2 linkse partijen die heel duidelijk hebben aangegeven wat zij van plan zijn qua samenwerking in de Eerste Kamer. En als ik het net goed heb zitten meetellen, hebben zij op dit moment in die exit poll samen evenveel zetels in de Eerste Kamer als BBB. Dus ik wil de VVD van de heer Helders natuurlijk niet sturen, maar Rutte zou er ook nog voor kunnen kiezen om samen met D66 naar een andere kant te kijken. Maar ik vrees dat mijn buurman daar dan niet zo gelukkig van wordt. Nee, maar dat betekent dus dat je ziet dat er nu door mensen toch, ik weet niet of veel mensen dan de keuze hebben gemaakt om strategisch te stemmen. Het zal misschien nog uitgeanalyseerd moeten worden de komende weken. Maar dat je wel ziet dat je eigenlijk weer een tegenstelling versterkt. BBB naar 15 zetels. Combinatie PvdA GroenLinks, 15 zetels. Ja, dat zegt wel wat. Dat debat dat Pauw voerde van wordt het linksom of rechtsom, dat blijkt wellicht nog wel eens bewaarheid te worden. Ja. U had het, meneer Narings, eerder over naar aanleiding van dat manifest van Ondernemend Limburg over we hebben eigenlijk vanuit die politiek een stevige stem nodig. Ja. Dat lijkt uit te komen, zouden we kunnen zeggen. Dit is absoluut. Ik denk dat dit een avond van geschiedschrijving is. Ik denk dat we over 20 jaar nog kunnen terugkijken en zeggen, weet je nog, dat Caroline van der Plas met 1 zetel in de Tweede Kamer de Eerste Kamer ging domineren. Ik denk dat dit een geschiedschrijving is vanavond, sowieso al. Wat betreft de sterke stem, ik denk, en misschien is het ook de winst van de BBB, je moet het kunnen uitleggen. We hebben nou een paar keer gehoord, je moet luisteren naar de burger, de partijen hebben niet geluisterd, ja. Maar de partijen moeten ook in de politiek moeten kunnen uitleggen wat ze dan doen. En je kunt niet uitleggen, ook niet met de stikstof, ook niet met de verduurzaming, dat als je dan de Maaslijn wil elektrificeren, dat is een verduurzamingstraject, dat die vieze dieselloks niet meer rijden, maar elektrische loks, dat kan niet, want dan gaan we gedurende de bouw, laten we zeggen, in het omzetten, krijgen we dan meer stikstofdeposities, dus leggen we stil. Dat kun je de burger niet uitleggen. Er is woningnood, jongeren willen woningen, we hebben tekort aan woningen, we kunnen geen woning bouwen, want als we dan gaan bouwen, komt een bulldozer, en dan komt er weer stikstof, dus leggen we de bouw stil. Ik denk dat dat de makke is geweest van de politiek, dat het niet uitgelegd werd en dat de BBB dat wel heeft gedaan. Ja, want meneer Helders, u zegt, we zijn helemaal gek geworden in dit land. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, kijk, dit voorbeeld is zo sprekend. Een dieseltrein die langs een Natura 2000-gebied gaat, maar een vergunning heeft, moet geëlektrificeerd worden, dan gaat de depositie per saldo omlaag. Maar daar kan geen vergunning voor afgegeven worden voor de werkzaamheden, omdat de werkzaamheden stikstof uitstoten. Het is zo ontzettend theoretisch benaderd, zo'n ontzettende bureaucratie, dat de belangen, meneer Prevot zei het net ook, mensen zijn bezig met wonen, mensen zijn bezig met overleven, met een huis warm te krijgen. Met armoede, precies, veel mensen. En wij krijgen alleen maar van die technische technocraten antwoorden van ja, dat gaat niet, stikstof. Depositie en de doelen moeten heel hard gesteld worden. En D66 is altijd heel goed in het polariseren daarvan en het op scherp zetten. U heeft het niet zo op D66. Nee, hoe gaat u het? In ieder geval. Nee.
Nee, ja. Ik ben echt niet blij met dit kabinet. En met name op dat stikstofbeleid. Want ik ken mijn partij als iemand die wat flexibeler is. Maar die ruimte wordt gewoon niet gegeven. En dan loopt het ons hele land helemaal vast. We gaan even terug naar BBB. Dat wellicht vanuit een eenpitter in Den Haag, in veel provincies, misschien zelfs in Limburg, de grootste partij wordt. Een paar jaar geleden natuurlijk, hadden we het eerder al over, gebeurde een soortgelijk iets met Forum voor Democratie. Maar die staan er nu minder goed voor. Wouter. Ja, Fabia, we hebben nog altijd geen uitslagen hier in Limburg. Maar afgaande op de exit polls en de uitslagen die er wel al zijn, lijkt het toch dat Forum voor Democratie forse klappen krijgt. En waarom zou dat hier in Limburg anders zijn? Naast mij staat Ruby Driessen, fractievoorzitter van Forum. Meneer Driessen, wat verwacht u vanavond? Nou, met 2 zetels ben ik tevreden en met 3 zetels ben ik best wel blij. Maar die kant lijkt het misschien niet eens op te gaan, hè, als we de peilingen mogen zien. Nou, als ik naar de peilingen kijk, dan werden we gepeild 2 zetels. We worden altijd onderpeild, dus 3 zetels zou best wel een optimistische keuze zijn. Ja. Heeft u de exit polls gezien? Nee, ik heb niet naar de exit polls gekeken, want dan kijken we ook niet naar, maar de peilingen van tevoren wezen op 2 zetels. Ja. Dus daar ben ik best wel blij mee. Maar die exit polls zijn echt dramatisch, hoor. Forum is echt gedecimeerd. In Limburg? Heeft u enige uitslagen? In Limburg hebben we nog geen uitslagen. Nee, dus daarom kijken we naar. Ik zit hier in Limburg. Ik heb me 4 jaar ingezet voor Limburg. Ons hele team heeft ons 4 jaar ingezet voor in Limburg. Ja. Dus daar ga ik op. En daar vertrouwen we ook op. Nogmaals, met 2 zetels ben ik tevreden. Met 3 zetels ben ik blij. Nou goed, laten de 2 zetels worden. U had er 7. U kreeg er 7 4 jaar geleden. Dat is toch een fors verlies. Hoe komt dat, denkt u? Nou, we waren een nieuwe partij waarvan iedereen het oneens was met de overheid. En zoals alle nieuwe partijen hadden te maken met wat kinderziektes. We zien ook in alle peilingen dat alle nieuwe partijen die eruit voort zijn gekomen, dat het daar ook heel slecht mee gaat. Ik denk dat wij een hele vaste koers hebben gevaren. Wij heel duidelijk zijn geweest naar onze kiezers. En dat het best een goed komt om te rusten. Kiezer denkt daar toch anders over? Nou, ik denk dus als wij 2 of 3 zetels halen, dat het voor ons goed is, want wij waren namelijk in het eerste jaar splitsten er 4 mensen af. Ik denk dat wij daarna een hele vaste koers gevaren hebben. Wij heel duidelijk waren naar onze kiezers wat we wilden, waar we voor staan. En ik hoop ook dat dat beloond wordt met 3 zetels. Ja, op dit moment nog even afwachten wat BBB doet in Limburg. Maar die partij lijkt groot te gaan worden. Vindt u daarvan? Nou, ik hoop. Laat ik allereerst zeggen, ik vind het heel mooi als nieuwe partijen toetreden tot de democratie. Ik ben er ook heel verheugd op. Want iedereen verdient het om een kans te maken in onze democratie. Ik vind ook dat zoveel mogelijk partijen deel moeten nemen in onze democratie. Ik wens ze alle succes en ik verwelkom ze natuurlijk van harte in ons nieuwe gouvernement. Zoals wij dat 4 jaar geleden ook waren. En ik breng ze graag echt alles bij wat wij geleerd hebben. Dank u wel. Ja, Jos, hij heeft de peilingen niet bekeken. Ik kan bijna niet geloven. Ja, hij blijft optimistisch, hij hoopt op 3, hij rekent op 2. En de vraag is of er nog wel 2 over zullen blijven na alles wat er afgelopen jaren gebeurd is. Want als je ze afrekent op hun prestaties, hun inbreng in de staat, wat ze betekend hebben, alle kikkers die uit de kruiwagen sprongen, hij zat op een gegeven moment medio vorig jaar nog in zijn eentje, zat hij daar. Ja, je kunt bijna zeggen, het is schande voor de politiek. Dus in die zin denk ik, de kiezer heeft die partij wel vreselijk afgestraft. En natuurlijk ook wat Baudet allemaal heeft geroepen, waar je geen touw aan kunt vastknopen. Dus in die zin heeft de kiezer altijd gelijk. Ja, dan is de landelijke voorzitter van uw partij, de PvdA, Artje Kuiken, denk ik, erg blij. Het debat gezien te hebben gisteren, als dit gebeurt. Het was niet echt een match made in heaven, laat ik het zo zeggen. Nee, dat was geen match. Kuiken en, Baudet. En het voelde ook alsof er in elk geval aan haar kant, ze zei ook iets waarvan ik persoonlijk dacht, oei, dat had je niet moeten zeggen. Heeft ze ook volgens mij meteen haar excuses aangeboden, dus dat vind ik belangrijk dat ze dat ook doet. Maar ik had een beetje het gevoel dat het gewoon een druppel was. Daartegenover staat wel weer, vind ik zelf, je staat in dat debat met z'n drieën. En ik vind ook dat het erbij hoort, bij je werk als politicus, om dat debat met elkaar te voeren. Juist om die kiezer uit te leggen waar de verschillen zitten en op de inhoud. Zij zei eigenlijk meteen van, hij verdient hier geen plek in dit debat. Ze keerde hem ook, viel mij ook op de rug toe. Ja. Ik zou daar zelf een andere keuze in maken. Maar je merkte daardoor dat er ontzettend veel gevoel, emotie zit richting die partij en richting wat hij toch allemaal heeft gezegd en gedaan. En dat ik denk dat dat gisteren heel goed zichtbaar werd. En ik denk niet dat de kiezer mevrouw Kuiken ervoor nodig heeft om daar zich wat van aan te trekken en daar zelf een stemafweging in te maken. Dus we gaan zien of het 2 of 3 wordt of misschien toch 1 of 0.
Maar dan denk ik dat de kiezer daar ook een heel duidelijke afweging heeft. Ja, maar het lijkt erop, zoals Jos al zei, dat de partij zichzelf uiteindelijk onmogelijk heeft gemaakt. Ja, daar lijkt door de landelijk voorman. Met zo'n voorman heb je geen vijanden nodig, hè? Nee. Een bekende slogan. Daarom zijn de meeste statenleden ook uit die fractie gestapt. Ja, ja. Want kijk, wat veel mensen vergeten, ze zijn met 7 man erin gekomen destijds. En het merendeel waren gewoon fatsoenlijke mensen. Gewoon mensen die wel wat wilden veranderen, die ontevreden waren over de koers. En je ziet op een gegeven moment dat 5 van de 7 zich niet meer senang voelden bij de landelijk leider. Ja. Dus normaal gesproken, dan zet je iemand uit de partij in je eigen fractie die niet functioneert of wat dan ook, of waarmee je van mening verschilt. Maar hier is de meerderheid eruit gestapt en onder een andere lokale naam verder gegaan. En dat is wel heel bijzonder. En dan krijg je dus weer een afsplitsing dat mensen toch weer verder gaan op eigen naam. Nieuwe partij, weer versplintering. Ja. En het verdunt op een gegeven moment allemaal. Ja, dan moet wel politiek leveren. Die club is niet door interne ruzie in die fractie uit elkaar gevallen. Die is puur doordat Baudet helemaal ontspoorde in Den Haag. Ja. Allerlei rare uitspraken deed over Poetin. Ja. Daardoor zijn eigenlijk de heren die ik nog steeds best hoog heb zitten, die zijn eruit gestapt. Ja, Forum voor Democratie inderdaad lijkt zeker een van de grote verliezers te worden tijdens deze provinciale statenverkiezingen. En dat geldt ook voor het eens zo machtige CDA, in ieder geval in Limburg. En de lijsttrekker Teuns, die staat bij Wouter. Ja, dankjewel Fabienne. Meneer Teuns, ik kan me voorstellen dat dit niet zo'n leuke avond voor u gaat worden. Ja, we zijn heel erg benieuwd wat de uitslagen zo meteen gaan doen. We hebben natuurlijk de eerste paar exit polls hebben we gezien. En daar hoop je altijd op meer. Maar ik ben heel erg benieuwd wat het hier in Limburg gaat doen. Maar heeft u aanleiding om te denken dat het hier in Limburg anders zal zijn dan in de rest van Nederland? Het is in Limburg altijd anders dan in de rest van Nederland. Dat en als ik kijk zeggen. Naar de exit polls die net waren, ja, natuurlijk hoop je wel op meer. Maar ik zag ook wel aan de andere kant dat ten opzichte van de peiling van afgelopen zaterdag, dat wel nog iets omgebogen is. En ik hoop dat effect in Limburg nog niet is. Dat was een peiling. Dit zijn exit polls. Zeker. En ik heb altijd gezegd, er is maar 1 peiling, er is vandaag. En dat is de uitslag. Dat is de enige peiling. Ja, dus, maar tot nu toe ziet het er niet goed voor u uit. Dat moet u toch met me eens zijn. Ja, je hoopt natuurlijk altijd op meer, maar we gaan zo meteen gewoon kijken wat het wordt. Ah. Waar ligt dat nou aan? Waar heeft dat aan gelegen? Ja, we hebben natuurlijk niet zo'n hele makkelijke periode überhaupt gehad. Het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met wat er landelijk allemaal aan de hand is. Maar als ik gewoon kijk hoe het team het hier in Limburg heeft gedaan, we hebben een supergoede kandidatenlijst. Het verhaal klopt gewoon helemaal. En ik ben gewoon super trots, terwijl ondanks alles op het team wat we hebben neergezet. We hadden niet meer kunnen doen. Ja, we moeten natuurlijk nog even afwachten hoe de uitslag hier in Limburg gaat zijn. Absoluut. Maar de kiezer is het kennelijk niet met u eens. Of met uw verhaal, of met uw stijl. Ja, zegt u het maar. We gaan zo meteen zien hoeveel kiezers het met ons eens zijn. Ja. En dan weten we echt hoe het is. En dan gaan we vanaf morgen vol aan de slag. Ja. Om de mensen die ons het vertrouwen hebben gegeven, om dat vertrouwen waar te maken. En om het vertrouwen van al die andere mensen weer terug te winnen. Ja. U wilt wachten op de uitslagen, snap ik uiteraard. Toch lijkt het erop dat BBB een machtsfactor van belang gaat worden. Hier in het gouvernement in Maastricht. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou ja, op zich, het was natuurlijk te verwachten dat BBB dat ze zetels zouden gaan pakken. Dus, en ik heb al eerder gezegd, ik ben helemaal niet ongelukkig met dat er een genuanceerd geluid vanuit het midden komt. Want als ik naar onze programma's kijk, zie ik heel erg veel overeenkomsten. Dus, partij waarmee je graag zou samenwerken? Nou ja, wij hebben gezegd, wij zouden met iedere partij in de basis staan we open. Gewoon om te praten over wat partijen willen bereiken voor Limburg. En dan kunnen we het daarna hebben over met wie we dat willen doen. Ja. Vorige verkiezingen werd u de grootste, 9 zetels. Ja. Nu nog 8 van over. Stel, dat zijn er dadelijk nog maar 4 of 5. Past dan een rol in de oppositiebankjes of zegt u nee, wij willen toch blijven besturen? Ik snap dat u die vraag stelt, maar daar is er nu echt nog te vroeg voor. Weet je, het gaat om aantal zetels, het gaat om de verhouding tussen partijen. Dat moeten we morgen eerst in de fractie bespreken. Ja, maar ik kan het u ook over 1,5 uur vragen. Ja, dan kunnen u me nog vragen, maar dan gaan we morgen toch eerst in de fractie bespreken. Dus. Goed, succes vanavond. Dankjewel, fijn hoor. Ja, Jos, het CDA is doorgaans, zagen we ook de laatste keer in Den Haag, een partij die dan toch verantwoordelijkheid wil nemen en toch uiteindelijk vaak op het plus belandt. Teuns heeft een hoog Rutte-gehalte, mag ik dat zeggen? Hij blijft optimistisch, positief, trots. Ja. En als je kijkt naar alle provincies in het land, in 11 van de 12 provincies zitten ze in het college. Dus ze houden ervan om te besturen. Het is een bestuurderspartij. En zelfs als ze verliezen, dan willen ze ook nog graag aan de knoppen zitten. Dus dat hoort een beetje bij hun DNA. Alleen de vraag is, hoeveel verlies kun je hebben om toch mee te willen doen? Ja, dat is natuurlijk de cruciale vraag. Ja, want meneer Narings, de feiten in dit geval althans, de prognose, die is toch dat CDA in ieder geval flinke klappen krijgt. Maar hij blijft lachen, vooralsnog.
Nou, ik denk dat... Strijdbaar? We denken dat het CDA dus ook hier in Limburg flink gaat inleveren. Ik denk niet dat het aan Michael Teuns ligt. Een jonge gast, hij doet het goed. Hij staat goed voor de Kamer. En natuurlijk sta je daar met bravoure. Dat vind ik normaal. En dat gebeurt ook in de politiek. En om als een geslagen hond te gaan zitten... Wij Limburgs maken onszelf en als het verwijt, als wij naar Den Haag gaan, dat wij zeggen, we krijgen te weinig en weer te laat. Ja, en wij zeggen ook vanuit de werkgevers, zeggen wij, kom op, recht terug, toon een ondernemershart, ga er vol in en wees trots op Limburg en zorg je Limburg goed wegzet. En dat past ook wel bij een politicus. Dus wat dat betreft, en niet weglopen van verantwoordelijkheid, dat spreekt mij ook wel aan. Ook als je verloren hebt, toch zeggen, joh, ik draag verantwoordelijkheid, ik pak die moeilijke dossiers. We hebben het bij de kabinetsformatie gezien, hè, waar GroenLinks dat niet deed. En waar je zegt, ja, en dan gaan ze nu schelden op het beleid. Ja, maar je hebt wel niet meegedaan. Dus de vraag is, wil je die verantwoordelijkheid pakken? En in CDA van oudsher, een partij die dat wel altijd gedaan heeft, wat Jos ook zegt. Dus ik denk ook niet dat ze daarvoor weglopen en ook in de provincie niet. Zeker alleen niet. De nederigheid als ze verliezen, die past natuurlijk wel. En absoluut. Eerst de andere partijen zijn voortouw niet aan laten zet, klopt. Het voortouw ligt dan, als alles waar is wat gaat uitkomen, ligt dat wel degelijk bij BBB. Ja, maar laten we er niet vaak lopen. De uitslagen moeten er komen. Wordt Rutte viel al, want die blijft doorgaans ook altijd strijdbaar, positief en lachen. Maar het kabinet lijkt een flinke optater te krijgen als het gaat om de meerderheid in de Eerste Kamer. We hebben een reactie van premier Mark Rutte. Beste mensen. Wat een bijzondere avond weer. En ik wil natuurlijk beginnen met felicitaties aan Caroline van der Plas. Zij lijkt vanavond een grote overwinning te boeken. En daar wil ik hem mee feliciteren. Dat heeft ze vreselijk knap gedaan met haar partij. Dus felicitaties aan BBB. Knappe avond voor hen. Ja, wat een avond. Een soort popster, hoe die zich daar profileert. Mevrouw Slangen, hoe ziet u dit? Er zijn heel veel momenten dat ik de heer Rutte niet kan uitstaan of dingen die hij zegt heel ingewikkeld vind. Maar soms heb ik ook wel een klein beetje bewondering voor zijn altijd immer positieve, goedlachse houding. En dat, ja, hij houdt het hoog en je moet hem dat ook maar nageven. En hij lijkt er zelf ook nog wel een beetje lol in te hebben. En dat vind ik toch wel helemaal bijzonder. Want zijn werk wordt steeds lastiger als je bedenkt dat hij ook nog steeds leider is van een grote partij die toch een bepaalde stempel en bepaalde uitgangspunten wil delen voor het land. En hij moet daarin allerlei kanten opschuiven. En dat lijkt hij heel goed te kunnen. We hadden het daar net al even over buiten. En je zou dat ook bijna een talent kunnen noemen. Alleen ik weet niet of we dat talent nou nog langer nodig hebben als leider van dit land. Daar denkt u denk ik anders over, meneer Heldens. Dat is een aanname. Ja, klopt. Ik deel... Het is uw partij. Ik kan me voorstellen dat u graag heeft als D66 dan in ieder geval een beetje meegaat met het VVD-beleid, dat ze blijven zitten. Nou ja, dat zou dan toch wel minstens de vereiste zijn. Maar ik denk dat die wel heel ingewikkeld gaat worden nu dat de coalitie in de Eerste Kamer vanaf, wat zal het zijn, eind mei, begin juni, de meerderheid kwijt is. En dan wordt het wel echt heel erg ingewikkeld om met dit kabinet, wat ook al een krappe meerderheid is, door te gaan en dat beleid voor te zetten. Dus daar zal toch iets geregeld moeten worden voor die Eerste Kamer. En anders dan wordt die heel lastig. Maar het is wel zo, hij heeft het wel bewezen met minderheidskabinetten, met allerlei demissionaire kabinetten. Als er iemand is die dat weer kan regelen en die daar weer iets van chocola van kan maken, dan is het wel Rutte. Maar welke keuze heeft het kabinet? Hè? Ze nou in de Eerste Kamer moeten ze of over links of over rechts. Ze kunnen met GroenLinks-PvdA-combinatie. Ze halen ook twee zetels meer dan de helft. Mm-hmm. En dat kan dus met BBB ook. Ja. Maar als ze ervoor kiezen, ja, dan kappen met het kabinet. Nou, dan gaan we naar verkiezingen. Dan wordt Caroline premier. Tenminste, zo staat. Zou kunnen, ja. Ik weet niet of de partij daarop wachten. Nog even kort over D66. Ik zie dat Sigrid Kaag ook heeft gereageerd op de eerste prognoses. Ze wil vasthouden aan de progressieve agenda. Ja, dat zal wel. Dan weet u dat. Alvast. Ja. Goed, verrassend. We gaan de verrassend. Verrassend, inderdaad. Die hadden we nooit zien aankomen natuurlijk op deze avond, waarin er een politieke aardschok wellicht aanstaande is in het gouvernement in Maastricht. Zometeen de eerste uitslagen. Hoe heeft u gestemd in uw gemeente in Limburg? Graag tot zo. In Limburg stemt.